Twee weken geleden maakte ik al een video over de nieuwe tarieven van de Giro. Ze gaven zelf aan van de Giro Go Zero. Maar ik denk dat heel veel mensen vooral te maken kregen met uh, kostenverhogingen. Dat zag ook in de video die ik had gemaakt. Juist de valutakosten waren een belangrijk onderdeel van die prijsverhoging. Maar in deze video wil ik juist gaan kijken naar die valutakosten. Want het is mogelijk om ze ook niet te betalen. Dat scheelt behoorlijk wat in de kosten als je een transactie maakt. Hoe het zit, dat gaan we bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een op dit kanaal werk we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Dat doen we vooral door te beleggen op dit moment. En met beleggen een vermogen opbouwen kun je doen door heel veel rendement te maken. Of zoveel mogelijk rendement te maken. Maar waar je meer grip, waar je meer controle op hebt, is juist om de kosten laag te houden. Nou, dat gaan we dus in deze video verder naar kijken naar die valutakosten. Zoals gezegd. De valutakosten. De, ja, de nieuwe tarieven van de Giro. De video over die tarieven werd goed bekeken. Niet alleen door jullie zelf, maar ook door de brokers. Kort nadat ik die video maakte, werd ik gebeld door Bugs. In die video zelf vertelde ik dat ik dacht: ik twijfel al een beetje of Bux de orderflow nog doorverkocht. Dat dat een, ja, een, een onderdeel was van hun verdienmodel. Ze zeiden: nee, dat doen wij niet. Wij, dat is, ja, wij verkopen dat niet door. Dat mogen we ook niet. Alle Nederlandse brokers, dus met een AFM-vergunning, dat is verboden. Dus Bux doet dat niet. Dat weten we dan ook weer meteen, hebben we ook meteen geleerd. Maar ik werd ook gebeld door de Giro. De Giro zei van, het is leuk dat je deze video maakt. Het is goed dat je onze nieuwe tarieven behandelt. Maar het was een beetje een negatieve toon in die video. Ik heb toen ook aangegeven van, ja, maar dit is mijn berekening en zo denk ik erover. Het klinkt marketingtechnisch heel erg interessant dat de tarieven, dat commissievrij beleggen eraan komt. Maar onder de streep gaan we, ja, ga je er eigenlijk op achteruit. Betaal je meer kosten, soms wel een verdubbeling dus. En ze zeiden van, oh ja, dat begrijpen we wel... ...maar misschien uh, heb je dat niet in de gaten... ...dat je niet per se valutakosten moet betalen... Toen heb ik ook aangegeven: van ja, ik weet niet hoe dat precies zit. Dat moet je dan duidelijker formuleren. En ik heb toen wel gezegd: van ik denk wel dat dat zeker interessant is voor mijn kijkers. Want dit, ja, op deze manier kun je gewoon veel kosten besparen. Dus ik heb uitleg gekregen hoe het werkt. Dus ik hoop dat ik dat in deze video ook uitgelegd krijg aan jou. En laten we dan eerst nog heel even terug gaan kijken naar die oude tarieven en die nieuwe tarieven. Die vergelijking die ik ook in de vorige video maak. Dat we weten welk, ja, welke impact die valuta had. Uh, dit is zeg maar als je 100 euro of 1000 euro investeert en je koopt daarmee uh, Amerikaanse aandelen, bijvoorbeeld. Uh, dan had je in de oude situatie 50 cent standaard, 0,004 euro per aandeel. Er waren geen kosten van derden en dan kwamen er valutakosten van 0,1 procent. Op 100 euro is dat bijvoorbeeld 10 cent. Uh, in de nieuwe situatie vervallen die vaste kosten vallen die variabele kosten, er komt eigenlijk wel één vast tarief voor terug, dat noemen zij de kosten van derde, dat is standaard 50 cent per transactie. En dan zijn de valutakosten, die zijn ja, hoger geworden, in plaats van 0,1% is dat 0,25%, dus dat is zeg maar 25 cent op een aandeel van 100 euro, als je dat omzet naar dollars, waardoor de kosten dus in die situatie uh, 24% toenamen, of wanneer je 1000 euro in de oude situatie of de nieuwe situatie vergelijkt, werd eigenlijk bijna verdubbeld in kosten. En van die 3 euro in die laatste situatie zie je dat er 2,50 euro eigenlijk aan valutakosten is, want het vaste tarief van 50 cent geldt voor iedere transactie. Dus die valutakosten die zijn gewoon heel erg belangrijk, vormen een heel groot onderdeel van de kosten die je uiteindelijk betaalt. Dus als je die kunt verlagen of helemaal weg kunt laten, ja, dan is dat enorm interessant. Dus laten we gaan kijken bij de Giro. Uh, ja, je ziet hier al de nieuwe websites. Ze adverteren ook overal met 0 euro commissie. 0 euro zie je staan. Ze hebben trouwens nog wel de aanbieding. Dus mocht je nog geen account hebben bij de Giro. Wil je een account openen. Ik denk nog steeds dat het wel de meest interessante broker is. Uh, en misschien juist ook wel als we die valutakosten weglaten. Voor beginnende beleggers zeker. Maak gebruik van de link onder deze video. Om gratis een account te openen. En dus gebruik te maken van die 50 euro tegoed. Die nog tot het einde van deze maand geldig is. Die actie. Maar als we dan inloggen in ons account, dan zien we. Um, ja, sowieso, dan zien we het gelukkig nog in het groen staan. Maar als we kijken naar de dag vandaag, is het iets minder populair. Maar ik heb al wat geprobeerd. En als we even gaan kijken naar de portefeuille, dan kun je zien dat ik inmiddels onderaan, onder de trackers-ETF's, heb ik vreemde valuta geldrekeningen staan. En dat is eigenlijk een dollarrekening waar nu zo'n 113 dollar op staat. Um, je kunt dus ervoor kiezen. Standaard wordt een uh, valuta-transactie automatisch gedaan voor jou. Dus automatisch van euro's naar dollars en andersom ook weer natuurlijk. Maar je kunt dat ook handmatig doen. En als je het op handmatig zet kun je dus voor zorgen dat die transacties niet plaatsvinden en je dus ook die kosten niet maakt. Dat kun je links onder in het menu doen uh, op het tandwieltje in de instellingen en dan kun je naar valutaafhandeling... dan zie je al staan dat die standaard staat je op AutoFX. Dat is voor alle gevallen. Alleen de onderste heb ik inmiddels aangepast naar handmatig. Als je hier zelf ook op handmatig klikt... dan krijg je een paar stappen die je moet doorlopen. Ze vragen dan of je een rekening wil openen. Je moet een, ja, een buitenlandse geldrekening openen bij Fladex. Dat is binnen vijf of tien minuten geregeld voor je. Want de Giro is een broker, die mogen geen contant geld aanhouden. Dus ze moeten dan weer een rekening openen bij FedEx. Kost je verder niets. Het kost je alleen eventjes tijd. Maar als dat dan eenmaal geregeld is. dan kun je dit op handmatig zetten. waardoor eigenlijk de valuta niet automatisch weer van dollars naar euro's wordt gedaan. of voor de andere valuta's zoals we hier zien staan. En als we dan bijvoorbeeld teruggaan naar mijn portefeuille. en we zouden als voorbeeld pakken. Um, het aandeel Alibaba. stel ik zou daar zeggen. ik wil daar nu uh, vijf aandelen van verkopen. Dus ik pak even een market order: vijf stuks. En ik zeg plaats order. Dan zien we nog wat informatie. Maar als we gaan bevestigen, zal het heel even kort duren. En dan zijn ze verkocht. Als we dan weer teruggaan, dan zien we wel dat we inmiddels nog maar 30 aandelen hadden. Dus dat zijn er 5 minder dan voorheen. En onderaan zien we nu dat we meer dollars hebben. Dus. Ik heb aandelen, Alibaba is dan een aandeel wat in Amerika genoteerd staat op dit moment. De toekomst is nog onzeker natuurlijk, maar het is in dollars genoteerd, de valuta is dollars. Dus als we het nu terugzetten, als we het verkopen, dan worden die dollars, waarvan de, dus de opbrengst eigenlijk van die verkoop, wordt aangehouden in dollars. Nou, dan heb je eigenlijk je valutakosten van 0,25% al bespaard. Want als het op automatisch staat, zou op dit moment normaal al euro's worden ja, omgezet. Dus die kosten heb je bespaard. En het voordeel hiervan is dat je natuurlijk nu ook weer, laten we gewoon hetzelfde even zeggen. Ik wil toch eigenlijk mijn aandelen terug. Ik wil limietorder met vijf stuks. Ik plaats een order. Ik zeg bevestig. Zal het wederom heel even duren en dan wordt die wel uitgevoerd. Heb ik middels weer 25 aandelen, of 35 aandelen, 5 dus weer bijgekocht. En onderaan zien we het bedrag weer terugschieten naar de 113 dollar die het eerst ook een beetje was. Dus de aankoop van die dollars, van die aandelen heb ik in dollars gedaan. En ook hier heb ik wederom geen valutakosten over betaald. Nou kan het zo zijn dat ik denk van, maar de rest van deze dollars, die wil ik niet meer gebruiken, daar wil ik euro's van hebben. Dan kunnen we gewoon wederom naar instellingen, valutaafhandeling. En dan zetten we het hier weer op autoFX. Ze zeggen van, ja, wil je het ze weet je het zeker, het kan een uur duren. Dan zeg ik bevestig. En op dit moment worden dan, volgens mij, iedere avond, iedere nacht worden dan de vreemde valuta's weer weder, ja, teruggeboekt zeg maar, naar de euro's. Want het is wel zo, euro's is eigenlijk het standaard, de valuta van de Giro. En op deze manier heb je eigenlijk de flexibiliteit om per valuta soort eigenlijk uh, te zeggen of je het handmatig wil doen of dat het automatisch voor jou moet gebeuren. Zoals gezegd bij een automatische boeking is het 0,25%. Dit is alleen interessant als je al iets hebt in dollars, om de dollars aan te houden om misschien die dollars weer te gebruiken voor je volgende aankoop. Het kan ook zo zijn dat je misschien geld in euro's stort en dat je uh, daar voor de eerste keer Amerikaanse aandelen in dollars van wil kopen dan kun je gewoon dus als dit op auto staat het aandeel kopen wordt door de Giro dat gedaan tegen 0,25% maar je kunt ook rechtsboven bij plaats order kiezen voor een va uh, valutatransactie dan kun je zeggen van um, ik wil van euro's en dan zeg je naar en omdat ik deze nu op auto heb staan als je die nou handmatig zet kun je hier bijvoorbeeld kiezen uit dollars en dan kun je dus handmatig geld omzetten naar een dollar en vanuit die dollars aandelen kopen. Ik denk dat dat vooral interessant is bij grotere bedragen, omdat hier, als je het op deze manier doet, je een starttarief hebt van 10 euro met 0,02 procent. Dus uh, ja, die, de percentage is lager, maar dat is wel een startbedrag wat hoger is. Heb je denk ik kleinere bedragen, dan is het gewoon interessanter om zeker bij die eerste keer dus gewoon de aandelen de transactie op auto te laten staan, die 0,25% te betalen en daarmee je eerste aankoop te doen. Als je dan eenmaal aandelen dus in dollars hebt, dan pas zou ik gaan kijken om eventueel hier naar handmatig te zetten, zodat je ook eigenlijk de valuta die je verkoopt, aandelen die je verkoopt in dollars, dan het geld aan te houden om dat geld weer te gebruiken voor je volgende aankoop. Omdat je eigenlijk dan op twee manieren of op twee momenten 0,25% aan kosten bespaart. Op het moment dat je namelijk de aandelen verkoopt. En op het moment dat je weer de aandelen in dollars koopt, bespaar je op allebei de momenten 0,25%. Dus dat is denk ik wel heel erg interessant. En als je het dan op deze manier doet, kun je best wel wat besparen in je kosten die je maakt. Uh, dan zijn ja, eigenlijk de enige kosten die je nog hebt voor Amerikaanse aandelen, zijn die 50 cent die altijd gelden. Afhankelijk van, ja onafhankelijk moet ik zelf zeggen van hoe groot de order is. Of die nu voor 10 dollar is of voor 10.000 dollar als je dollars al hebt. Heb je geen valutakosten, betaal je alleen die 50 cent. Dan wordt het opeens wel heel interessant. Dat is informatie die ik in de vorige video niet heb meegenomen. Aan de ene kant omdat het niet verteld werd vanuit de hero zelf. Het was mij ook nog niet helemaal duidelijk. En het is eigenlijk heel erg simpel, zie je wel. Dus op deze manier kun je eigenlijk in een paar stappen... Uh, ...op bepaalde momenten in ieder geval best wel flink in je kosten besparen. Niet alleen eigenlijk 0,25%, maar als je twee transacties hebt... ...een verkoop en weer een aankoop van de volgende... ...heb je eigenlijk dus een, ja, een half procent bespaard op deze manier. En dat was dan ook eigenlijk het onderwerp van deze video. Eigenlijk in een paar stappen kun je wel zien dat je best wel, denk ik... ...zeker als het over flinke bedragen gaat, behoorlijk wat kosten kunt besparen. Wat de Giro eigenlijk alleen maar interessanter maakt. Zoals gezegd, mocht je nog geen account hebben... ...gebruik dan de link onder deze video... ...en je kunt ook direct dan gebruik maken van de actie... Die op dit moment geldt, maar heb je toevallig nog tips of feedback of andere informatie? Ook misschien wel om kosten te besparen, laat dat zeker weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op de kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.